pour les recevoir cette fois-ci. Attention, Dries de triple kill. Comiqué, peut-être le deuxième pour Kira. Het is namelijk Gamevis, die start op DCT site. Veets gaat dan meteen met zijn USP naar mid. Daar komt op dit moment niemand. Maar uiteindelijk gaat Sector 1 namelijk richting die A-site. Utility komt erin, ze pushen. Ja, uiteindelijk is het Maxime die de meeste utility gaat gooien richting Jungle. Flashbang komt eruit, twee man in CT van Gamevis. Maar het is vooral de plan die eruit komt voor zowel Ramp als voor Connector. Vanuit Connector wordt er geschoten, Bowen wordt dan ook getagd. Gaat dan de Resmoker ingooien. En nu wachten op het moment waar Gamevis gaat proberen te retaken. Sector 1 al heel sterk begonnen, meteen die plant erin. En die begint ook verder te tikken. Het is enkel een Smogger die een defuse kit in zijn handen heeft. Maar Veets kan het al mooi openen. Schakelt meteen Petra uit. Xelos komt wel in met een refrag. Gaat ook meteen voor een tweede en schakelt een vitter bij uit. Bom blijft verder tikken. En nu is het playtime. Maxime kan een frag pakken, maar uiteindelijk wint hij niet van hem Fates. En die schakelt hem uit. Nu Xelos moet er eigenlijk gaan dansen, maar de defuse wordt gefaked. En Xelos read hem goed. Nigel is ook nog altijd aanwezig. Komt hier vanuit die ramp gepusht. Maar gaat hij voor de engagement? Ja, het lukt hem uiteindelijk wel. En zo wordt een Fates uitgeschakeld. De bom explodeert en zelfs Nigel kan het nog nipt overleven bovenop. Ja, het was uiteindelijk een beetje angstig, maar natuurlijk was de tijd ook al aan het opraken. En daarom probeerde Nigel nog voor wat extra geld te gaan. Dat kreeg hij uiteindelijk ook 1-0 voor Sector 1. Een goed begin dus op die T-side. Natuurlijk soms wat lastiger, maar we gaan verwachten dat Gamevis juist meer speelt om die T-side heen. Het is iets wat je verwacht met een Lenny, een Smogger, Fates, die ook vrij agressief is. En natuurlijk de best presterende Luxemburger van deze championship tot nu toe. Dat is Simply, die nog altijd dienst doet bij Gamevis. Uiteindelijk deze eerste ronde nog niet helemaal lekker is begonnen. Die komt nu dan wel voor hem. En Lenny, die hier een beetje met zijn PT50 bij de bench zit. Ja, en ja, gelukkig zit hij bij de bench en niet erop. Altijd jammer als je daar belandt, hebben we ook al vaak genoeg gezien. En Sector 1, nu hebben het al goed begonnen. Zijn met die pistol aan begonnen. We zien op een Xelos en een Petra die AK samen met dan de MAC-10's op Maxime, Bowen en Nigel. En ik denk dat dat zeker het verschil gaat kunnen maken. Ja, aan de kant van Gamevist, ik denk dat het voor hun een beetje wachten gaat zijn totdat Fates eigenlijk die AWP in handen gaat kunnen krijgen. Nu dan een kleine fake van Maxime richting die B-side. Een beetje aftasten wat Gamevist gaat doen. En die hebt daar al een kleine stack nu dan van drie man. Een vierde leek te gaan rotaten, maar durfde nog net niet aan. En uiteindelijk de heren en dames nu van Sector 1 wel een beetje pad van die base. Hij probeerde daar damage te doen. Simply dan getagd, maar heeft wel de eerste kill op Petra. Als weer gaat zij als eerste neer. Maar dat is een goede driedubbele refrag van de zijde van Sector 1. Om uiteindelijk die bom op de site te krijgen. Rustig te gaan planten. En dan deze USP MP2000 uit te schakelen. Dat is het enige wat er nog scheidt tot die 2-0. Al wordt er damage gedaan. Ook Vit wordt al getagd. En het lijkt erop dat Gamevis hier niet meer aan te pas komt. Ja, playtime gewoon. Smogger wordt zelfs nog een beetje heavier getagd. En Xelos gaat uiteindelijk voor de spraydown en schakelt hem zo uit. Gaat hij mogelijk zelfs nog voor de derde frag als er voor de engagement gaat. Maar hij wordt gewoon van de andere kant gepusht en zo schakelt Bowen hem uit. Sector 1 pakt de tweede ronde en zijn dus al heel sterk begonnen. En nou zien wij de eerste buyround eruit komen voor Gamevis. Lenny meteen voor die AUG zoals we van hem gewend zijn. Fates voor die Glasscan en AWP met een smokeje erbij. We zien eigenlijk vrij weinig utility bij de rifles voor Gamevis. Alleen Simply heeft een volle set en die heeft er de Swag 7 bij gekocht. En dat betekent dat deze ronde niet optimaal is voor de zijde van Gamevist. Kijken wat ze kunnen doen. Zij blijven er natuurlijk in geloven. Als er snel wat utility wordt geslingerd richting die B-site om een beetje te faken, een beetje af te tasten. En met die MAC-10's natuurlijk druk te leveren op de zijde van Gamevist. Face is hier dan met die AWP al meteen naartoe gegaan. Heeft dan de opening kill op Nigel. Petra gaat neer aan die Swag 7 van Simply. Maar het is Bo met kill op Vit. Hier dan Maxime met de follow-up op een Lenny. Maar uiteindelijk is de Smogger met de double bij de A-site. Bom gedropt. En uiteindelijk lijkt deze ronde dan meteen ook gestopt van Maxime met maar 4 HP. En uiteindelijk 0 na een prachtig headshot daar van Fates. Ja, Maxime daar met amper nog iets over. En uiteindelijk komt het dan zo neer dat Gamevis de eerste ronde kan pakken. En wie weet, één van de vele kan Fates dadelijk in zijn element komen met die AWP in handen natuurlijk. En je ziet het meteen al. Kijk daar, die killcount. 5 frags heeft al meteen opgeschreven. En dat is een sterke start voor hem. En wie weet wat we nog verder van hem gaan zien in deze ronde. We zien dan een force bij eruit komen van Sector 1. 2 AK'tjes en 3 deagletjes. Met hier en daar nog wel best wat utility. Mogen ze in ieder geval content mee zijn en hoe ze dat meenemen. Maar het is Fates al wel weer met die opening kill nu dan op Nigel. Het is Jalos die ook zal vallen na een prachtige headshot daar van Fates. En daar is dan 1
of eigenlijk beide AK'tjes zijn gedropt. Bowen heeft er dan eentje kunnen oppakken. Maar het is niet helemaal de bedoeling hier geweest voor Sector 1 om daar zoveel pressure te verliezen. En dat van maar één man die eigenlijk solo piekte op mid. En ondertussen zien we Vitt ook al doorlopen bij Palace. Die zou in principe Bowen zometeen kunnen flanken. En dat zou kunnen betekenen dat het hier voor Sector 1 heel snel heel fout gaat. Ja, en dat is jammer voor een Sector 1 die zo goed gestart zijn eigenlijk. Nu, hier komt inderdaad eigenlijk de... Ja, ik ga het half-half flank noemen, want eigenlijk kwam Bowen gewoon teruggevallen richting T-spawn. En kon hem Vitt hem daardoor uitschakelen. Simply had hij voor de engagement. Trigger discipline is goed, maar uiteindelijk is een Petra wel aanwezig. Kan zo de Deagle one deek krijgen en schakelt Simply uit. Uiteindelijk probeert Fates een beetje te pre-fire. Petra die zoekt misschien nog voor wat extra damage. En uiteindelijk vindt ze dan ook een Fates. 11 HP houdt hij nog over. Volgende doelwit biedt zich al aan. Maar Petra weet ook dat zij zwaar onder vuur ligt. En probeert nu wat terug te huppelen. Kijken of daar misschien ook nog iemand vandaan pusht. Maar het is Smogger juist nu bij top mid. En die krijgt daar dan de tweede ronde binnen voor Gamefist. 2-2. Daarmee de score. En Sector 1 die moet nu eigenlijk een eco doen. Waar Xialos misschien nog wel een deagletje gaat droppen voor deze en ja, nou, het lijkt erna dat hij gewoon voor die utility bij gaat. Misschien moet hij wel zeven dat hij een AWP kan droppen voor Maxime later in de komende ronde. Maar in principe kan hij de volgende ronde ook lekker wat utility erbij kopen. Ze krijgen $2900 pp. En dat zal betekenen dat als ze dus niet die bomplant hebben, Xialos op een 57-50 zal komen. Ja, quick maps. Geen telraam nodig. Nu is, wat ik ook zie is gewoon quick frags van een Fates. Want kijk eens aan, hij gaat gewoon voor de 4K. En nu uiteindelijk is er wel een Maxime aan. En Vitt kan een refragger ingooien. En ja, Fates laat gewoon weer zien wat voor een sterke upper hij is. Kijk ook gewoon hoe ver hij boven de rest van zijn team uitsteekt eigenlijk. En kan zo single-handedly de hele ronde carryen, durf ik zelfs zeggen. Ja, we hebben nu 5 rondes gehad, Robert-Jan. En daarmee hebben we gezien dat Fates 4 van die 5 geopend heeft qua scoren. Simply deed er ook nog eentje bij. En daarvan hebben ze dan 3 van de 5 weten te winnen. Dat is vrij veel consistentie, wat vrij beangstigend is voor Sector 1. Als nu ook midcontrol wordt gepakt door Smogger, flashes komen er wel uit. Het is een normale A-play van Sector 1. Maar daarmee kan Gamefist er vrij zeker van zijn dat er geen mid-pressure meer uit zal komen. En dat is een behoorlijke kennisbron die ze gaan gebruiken. 4 man ook al snel hier bij de A-side. Fitz zal een smoke gooien zodat hij zelf wat meer bewegingsruimte krijgt. Al komt er hier en daar toch wel een flashback bij. Het is dan de kill op Maxime als eerste. Die was al zwaar getagd. En wederom de opening kill dus bij de zijde van Gamefist. Die gewoon zitten te wachten en die bom komt nu pas richting die site. En is dat niet al te laat, want de utility is al volledig op. Ja, dat maakt het heel lastig om die site effectief op te komen. Nigel kan nu wel een CT afhouden. Krijgen ze de kans om toch nog te planten? Ja, die hebben ze wel. Toch $800 extra als dit in een las gaat omdraaien. En daar denk ik toch wel van. Want kijk naar Nigel zo en de HP over Petra is ook al hevig geraakt. Nigel dan uiteindelijk wordt praktisch neergeschoten. En uiteindelijk Lenny kan een uitschakelen. Sector 1, de bom die blijft verder tikken. Petra, bijna de clutch. Maar uiteindelijk staat Simply paraat. De Luxemburger die haar uitschakelt. En zo nu voor de defuse gaat. Ja, ik had daar bijna geloofd in. Nigel had daar de line-up, maar zag die laatste speler pas te laat erin lopen. En kon daardoor niet zijn spray doorzetten. 4-2 daarmee de score voor Gamefist. En die bouwen ook al heel veel reserve op. Ze moeten wel wat herinvesteren in deze ronde. En ze gaan kijken of ze hier wat moois kunnen doen. Ja, het is Sector 1 die heel veel nees gaat kopen en gaan vragen, can you do this? Als ze die nees waarschijnlijk ergens op mid gaan kijken en hopen dat dat een frag gaat opleveren. Want dan dus schrikken zij zichzelf misschien wel dood en is het hier een angstig moment voor hun. De push komt er wel weer uit van Simply. Heeft een AK, heeft ook wat support van zijn teammates. Goede flash, eerste kill is daar dan op een Petra. Xialos wel met de return frag, maar Fate staat natuurlijk klaar om meer terug te pakken en het voordeel over te nemen voor zijn team. Nigel wel bij short doorgepusht. Fate houdt het af, weet namelijk dat eraan zat te komen. Een mooie play dan ook naar Xialos. En op 2 man na was Gamefist daar behoorlijk consistent. En gaan zij nu 5-2 aan de leiding. Ja, en zo blijven ze hun leiding eigenlijk verder uitbouwen. Wederom gebouwd rondom een sterkspeler zoals een Fates eigenlijk. En ja, kijk, nu een advantage van 3 rondes. Sector 1 blijft op die 2 rondes staan. En tot nu toe, CT side Mirage. Ja, is misschien wel een klein beetje favored, maar uiteindelijk
Dit is nog altijd heel sterk gespeeld. Oeh, Xialos daar net iets te wijd aan het streven. Verliest daardoor heel veel AP door de wallbang van Fates. Die op dit moment een KPR van net meer dan 2 heeft. Ja, dat is best wel heel goed als Petra eindelijk eens keer in de game komt. Eindelijk eens keer die ruimte krijgt. Simply dan ook meteen uitschakeld. Maar het is Smogger met die return frag op een Bowen. Nu uiteindelijk een 4-4 in speleraantallen. Maar het is Maxime dan uiteindelijk met die AP die de kill kan krijgen op Lenny. En zo lijkt het in één keer mogelijk voor Zekwan om deze ronde te winnen, al hebben ze al heel veel HP verloren. Ja, wat me trouwens opviel is eigenlijk wat me nu opvalt is dat een Vitir uiteindelijk een frag pakken ik zelfs. Maar kijk ook eens naar die ADR. Hè. Een Fate staat er zo hoog, heeft eigenlijk meer dan 5 keer zoveel als een Petra als we de 2 stand-ins gaan vergelijken. Nou ja, Fates is volgens mij geen stand-in meer, maar gewoon een vaste additie van het team. Het is Maxime ook al op 110 ADR, dus die doet ook gezellig mee. Maar Smogger is hier misschien net wat te laat om intel te krijgen, want Nigel is al doorgesneakt richting jungle, probeert daarmee te flanken op B. Maar het gevaar is dat Smogger dus nog wel in CT zit en pressure kan zetten op die bombcarrier. Petra loopt hier een beetje onwetend op, maar Nigel heeft wel een vit weten te killen. Nu gaan ze hier proberen te committen. De nade komt erin, Maxime spot hem dan van de stairs en daar is dan de 3 tegen 1 situatie. Fates als laatste over 218 ADR, maar ik denk dat hij deze ronde toch wat minder zal krijgen. Volgens mij had hij maar 78 HP gedaan op een Xialos. En daarmee lijkt deze ronde dan toch naar Sector 1 te gaan en komt er een 5-3. Ja, en eindelijk heeft Sector 1 nog eens een ronde teruggehaald. Het heeft toch wel eventjes geduurd. En wie weet is dit ook weer een comeback move van hun eigenlijk. En gaan ze nu zelf richting de Equalizer gaan. Op vlak van Economy ligt het wel nog niet zo lekker bij Sector 1. Terwijl bij een Gamefist, ja, je kan zien, daar zijn wel reserves die dat ze kunnen gebruiken. Ja, maar die gaan er heel snel doorheen in de aankomende ronde. Want ze krijgen natuurlijk maar 1400. Fates kan makkelijk droppen voor waarschijnlijk een Smogger. Ook Lenny kan goed investeren. Maar Fit en Simply gaan ook eigenlijk door al hun geld heen in deze ronde. En ik denk dat hetzelfde ook geldt voor Fates. Omdat die utility erbij moet gaan halen. En daarmee zou je zeggen dat als Sector 1 nog een ronde hierna kan pakken, Gamefist niet kan saven, dat het zomaar zou kunnen betekenen dat zij op de eco moeten. Want je ziet inderdaad hier al het geld gewoon verdampen. Fates die niet zal droppen en daardoor als enige echt nog rijk zal blijven. En dat betekent dat Sector 1 nu even moet gaan aanpoten om hier de kans te hebben om het voordeel over te nemen. Ja, het is de kans die dat ze met beide handen moeten gaan vastgrijpen eigenlijk. En er zo voor zorgen dat Gamefist hun voordeel helemaal kwijt is. Het is een logisch effect en het begint althans al goed. Als een Vitter wordt uitgeschakeld door een Bowen. Alles eigenlijk helemaal uitgekleerd nu. Maar ze lijken nog iets langer te wachten hier rondom die stairs area daar. Ietsje verder terug richting die B-apps mogelijk later. Hangt er nog vanaf wat dat er dadelijk gaat worden. Oh, maar er wordt nu ook bij B-apps gepusht door een Simply. Gaat heel erg diep en daar staat Petra gewoon te wachten. En die heeft daar eigenlijk geen moeite mee. 5-3 situatie en het is Sector 1 die nu meer controle lijkt te krijgen. Nu ziet Bowen hier dan ook alweer zijn volgende doelwit. Smogger daar in een hele rare hoek. Die eigenlijk had verwacht dat Bowen meteen op Tetris zou gaan springen. Maar die weet dit spelletje toch anders uit te spelen. En daarmee is het een 2-5 mollies drukken ook nog op Fates zijn locatie. En daarmee zien wij hier een hele grote kans eruit komen. Dat Sector 1 het hier naar een 5-4 weet te brengen. Wel kan Gamefist hier 2 wapens 7. Tenzij Petra hier vanaf short toch nog een Fates kan pakken. Want die staat daar nog heel lang. Die gaat hier dan nog net niet neer. Het is die AWP die wegkomt. Maar uiteindelijk kan ze nog een nieuwe kans krijgen om hem hier te pakken. Hij heeft natuurlijk nog maar 8 HP over. 1 kogel is genoeg. Zelfs door de bricks heen. Maar er is geen flashbang die haar kan ingeleiden. Xialis komt daar nu wel mee aan. En dat zou kunnen betekenen dat Fates zijn leven verliest. Maar ook Lenny staat klaar om misschien wel te refraggen met die AUG. En hier komt dan volgens mij nog de boost. Petra dan gelagshot. Het is uiteindelijk Fates die nog altijd onder druk staat. Krijgt dan wel de kill op Petra. Xialis gaat hier voor de refrag. Die krijgt hij ook. Krijgt dan net geen Lenny. Maar die wordt ook nog een beetje gejaagd. Dat denk ik niet dat de rest van Sector 1 op tijd is. Wel die 5-4 scoren. Best prima. En kijk naar het geld van Gamefist. Zoals ze zeiden, niet zo heel denderend. Maar ze zouden hier omheen kunnen forcen met Fates op een alleen Kevlar vest. Ja, het lijkt er niet op te komen. Want Fates die koopt gewoon weer die AWP. En ja, Gamefist krijgt natuurlijk niet zo'n grote bonus hebben. Maar ik denk 1900 nu gekregen voor die ronde daar bovenop. En dan moet je
eigenlijk een beetje gaan compenseren. Moet je een beetje gaan wikken en wegen en de juiste keuze maken. En nu lijkt het dus op Deagles te komen met dan die AUK en maar het is geen volle force. Dat is het rare. Simply heeft dan wel heel veel geïnvesteerd. Dus kan in de volgende ronde dus niet kopen als ze deze verliezen. Fates eigenlijk ook niet, tenzij hij voor de scout gaat. Maar de push komt ook al snel richting de A-site van Sector 1. Goeie one die ik daarvan vind om de score te openen. Maar Petra is al klaar om te refraggen. Het is Maxime dan met de follow-up op Smogger. Dan heb je wel die AWP op Fates. Maar die moet misschien zo meteen maar gaan evacueren. Want in deze ronde lijkt er nog niet heel veel uit te komen. De pressure blijft hoog hier van Sector 1. Ook Lenny gaat dan neer. En dan heb je nog twee mannen over die passief gaan spelen. Maar ook die weten dat vanuit jungle er heel veel pressure hangt op Fates. Zijn fallback positie. Zijn ADR wordt minder. Zijn health misschien zo ook. Want Maxime klikt hem weg. En daar is alles wat ze hebben geïnvesteerd in deze ronde zomaar verdwenen. 5-5 en Sector 1 heeft ook die leiding doen verdwijnen. Equalizer eindelijk bereikt voor een Sector 1. En reserves beginnen nu bij hun ook wel een beetje verder aan te tellen. Hebben best wat wapens kunnen bijhouden. En zo, zorgen er zo voor dat... ze eigenlijk nu rondes gaan verder kunnen opbouwen. Bij een Gamefest zie je weer de volledige investering erop komen. En ja, de vraag is, gaat deze investering voor hun dan weer uitbetalen? Gaat het iets kunnen teweegbrengen? Of gaat het weer een last round worden? Het is Smogger die hier dan klaar staat op die A-site. Wederom gaat Sector 1 voor die site. Lijkt toch wel het zwakste punt van Gamefist. Ook geen molly om iets af te houden. Ze hebben eigenlijk vooral geen utility om hier iets te doen. Nigel nu dan met over de kill op Fit. Nigel met een follow-up op Smogger. En de site is wederom binnen. Op de ster staat nog wel een Lenny. Maar Xialo staat klaar om misschien daarvoor te widestraven. Al lijkt het erop dat Gamefist nu al gaat terugvallen om te gaan saven voor de volgende ronde. Want deze ronde zien zij niet meer gebeuren. Geen utility, geen defuse kits. Geen head armor, al was dat nou niet het grootste probleem voor hun in deze ronde. Maar het is Sector 1 die nu toch wel heel veel sterker uit de bus komt. Het begon allemaal in de ronde dat Petra voor het eerst de opening vrij kon krijgen voor een Sector 1. Sinds dat moment is die comeback er eigenlijk ingekomen. En lijken zij stevast op hun doel af te stevenen. En gaan ze hier nu ook voor het eerst weer aan de leiding na als die sinds het begin zijn kwijtgeraakt. Ja, en fijn voor een Sector 1 dat ze die eindelijk nu terug hebben gekregen. Ja, ik snap het van de Gamefist wel dat ze voor die safe gaan. Want ja, je wilt die wapens natuurlijk bijhouden. Ook omdat ze zodanig veel geïnvesteerd hebben. Last bonus begint stilaan ook wel aan te tikken voor een Gamefist. Kan je ook niet ontkennen. Maar ja, dan nog, die zou eigenlijk niet zo hoog moeten worden. Want ja, betekent dat er toch wel iets is aan het misgaan. Nu, we zullen zien deze keer. En ja, dat wordt omheen geforst. Want force, in principe, je hebt dan twee man met... wapens die ze hebben meegenomen van de vorige ronde. Die kunnen dus wat droppen. Face die koopt er nog wat utility bij. Maar er zal ook wat meer proberen op te spuiten. Zodat hij later, mocht dit fout gaan of goed gaan, sneller voor die AWP kan gaan. En nu gaan ze kijken of ze in deze ronde toch nog wat kunnen proberen. Utility wederom niet denderend, maar beter dan zo net. Dan zijn de wapens net ietsje minder. Wederom nu dan utility van Sector 1 richting die A-site. Maar ze splitten het dan ook vanuit Underpass. Iets anders dan de voorgaande rondes. En ik snap niet wat Smogger daar dan deed. Petra met die opening kill, maar Fit staat nog altijd op site. Al zal Fates dan proberen te helpen vanuit jungle. Fit dan met één kill, maar het is Nigel wederom in de flank. Goeie kill van Xialis ook met de follow-up. Maar uiteindelijk gaat Nigel neer en is het een 1 tegen 3 hier voor Lenny. Die zal dan proberen vanuit window nog wat te doen. Krijgt al heel veel damage. Xialis gaat daar best wel agressief. En het is daar de 7e ronde voor Sector 1. Sector 1 blijft verder bouwen aan hun voordeel. En wie weet dat deze eerste helft nog mogelijk gaat eindigen op een double digits voor een Sector 1. Ze, ja... hebben eigenlijk wel de kansen voor nu. Ze beginnen hun eigen reserves erop te bouwen. Kijk naar een Petra, kijk naar een Maxine die nu al boven de 10.000 zitten. Terwijl een Gamefist, ja, het is weer een beetje een magere buy. Armor ligt niet zo goed. Utility is non-existent, zou ik durven zeggen. En het is weinig om mee te werken. Het is toch maar even een pistol armetje met hier en daar wat dingen die ze nog over hadden. En kijken wat ze kunnen doen. Fates met die M4 ook dus weer geen utility voor Gamefist. Ze lopen echt achter de feiten aan. Bepaalde keuzes die ze hebben gemaakt met die utility zijn niet helemaal goed gegaan. En nu gaat Sector 1 iets anders proberen. Ze proberen dan rustig op te lopen richting die B-side. Vanuit mid komt Xialos die dan één kill zal krijgen. Ook nog de tweede dat Simply toch nog Peter heeft weggeschoten. Maar die bom die gaat zo meteen geplant worden. En dan zou je zeggen dat dit de 8-5 kan betekenen voor Sector 1. Daarmee hebben ze al het merendeel van de ronde van deze first half te pakken. En de ene na de andere kill blijft erin komen. Jammer voor een Gamefist natuurlijk dat ze het nu een beetje beginnen te weg te gooien. Ik zou zeggen, er is natuurlijk het ontkenbare probleem van die economy.
dat je bij Gamefist ook daardoor gewoon geen kansen krijgt om terug te komen eigenlijk. Amper utility, pistol armortjes. Het is heel lastig om daarmee een ronde binnen te halen eigenlijk. Het is wel een beetje de Benelux Classic natuurlijk. Om op een eco of een pistol round gewoon even te zeggen van... Ah ja, nu knallen plots iedereen helemaal weg. Maar dat zie je toch niet zo vlug gebeuren. Nu komt hij zelfs een best agressieve push uit van Maxime. Ja, zijn het jagen wil natuurlijk. Hij probeert een beetje te faken. Ja. Hij weet ook dat ze toch wel heel veel geld hebben op hun line-up. Maxime sowieso komt die al in de buurt van de max money op dit moment. Dus die is niet ontevreden als hij gaat reinvesteren. Ook Petra op de 14.000. Hetzelfde als Xialos. Maar Petra moet er net wat meer in gaan gooien. Omdat ze natuurlijk net als enige van het team weer zou het gaan. Simply stond daar met de deal. Xialos was net niet op tijd om haar te rennen. En misschien moet hij dan toch maar investeren in een wit paard. Om dat in de volgende keer te kunnen doen. Ja, de ridder op het witte paard. Het zou poëtisch zijn. Ja, maar ik vind dat eigenlijk niet zo poëtisch. Want ja, Friese paarden zijn zwart en die zijn natuurlijk veel mooier. Het als we gaan het kijken naar Fates die toch weer een AWP heeft, weet al om een beetje damage te nemen, maar nog niet heel veel uit te delen. Nigel blijft daar heel lang bij top mid staan. Weet wel die nee te raken. Maar is als eerste dan neergegaan. En daar is toch uiteindelijk weer eens een keer een opening kill voor Gamefist. Iets wat ze heel lang niet hebben gehad. Maar Maxime zou je uit kunnen pushen. Misschien wel een Fates kunnen pakken. Die weet het eigenlijk heel snel te flikken als hij smoke gaat veden. Zag natuurlijk de bliep door de smoke heen op de radar. En daarmee is het nu een 5-3 qua spelers. In het voordeel van Gamefist. En Lenny zoekt daar dan voor wat meer voordeel. Vindt ook een Xialos. En daarmee lijkt deze ronde voor Sectumal misschien toch wel gestopt. De turnaround eigenlijk met dank aan de AWP van een Fates. En een Lenny die het eigenlijk heel mooi kan opvolgen. Zorgt dus over dat nu een Sectumal wordt geforceerd naar die B-bombs. Maar ja, van short is die hold gewoon zodanig sterk dat ze waarschijnlijk geen kans gaan krijgen om zelfs de site op te geraken. Het is Fates met een 19-8 scoren. Had natuurlijk op de zevende ronde al 16 gepakt. Dus is een tijdje stil geweest. Petra staat nu klaar om met de AWP hier dan misschien de kill te pakken bij het midstuk van Short. Maar het is Lenny die het af zal maken. Een clean round dan voor Gamefist. En het enige wat ze maar hebben hoeven investeren was wat utility. Het armor kunnen ze er hier en daar bij kopen. Maar het is Sector 1 natuurlijk nog met heel veel reserves richting deze laatste ronde van de first half. Kijken wat ze kunnen doen. Hopen dat ze misschien al die negende ronde kunnen krijgen. Hopen, dromen dat ze het op die negen kunnen eindigen inderdaad. Het zou best decent zijn, daar kan je zeker mee werken. En als je dan dadelijk op die CT-sign zit, die dan toch een klein beetje beter zou moeten lukken theoretisch gezien. Pak, begin met die pistol round, ga meteen voor double digits. Hangt er vanaf wat dat je ervan maakt. Nu lijkt het toch wel eerder die A-side te worden. En daar is er wel weer een sterke hot fate. Zit eerder in de connector positie, maar als hij dadelijk rotate... Dan gaat hij ongetwijfeld die site weer zeer sterk kunnen afhouden. Ja, hij zit elke ronde daar op die positie. Het is nu Petra met de eerste kill op wit. Loopt dan door, maar heel veel damage genomen door de mollies en de nades. Nigel uiteindelijk met team de team kill. Het is net alsof we Blackie zien spelen. En Lenny dan met de two-man spray down om het door te zetten. Maxime wel met één kill in return, maar ze staan alsnog een spelertje achter. En die utility die is nu ook alweer weg. En ja, dit doet heel veel pijn voor Sector 1. Leek zo mogelijk hier dan een prachtige dubbel spray van Smogger. Ja, uiteindelijk daar weet de transfer op het hoofdje van de laatste speler. En zo de ronde heeft binnengehaald voor de zijde van Gamefist. 8-7 dus. Na het einde van deze first half nog wel voor Sector 1. Maar het is niet meer wat het aan het begin leek te zijn. Nee, het was heel mooi begonnen voor Sector 1. Op een bepaald moment was er echt zo'n soort van turnaround. En had je nog wel goed kunnen denken dat ze op double digits zelfs konden eindigen. Maar dan komt Gamefist hier toch terug. Ja, goede spraydown van een smogger daar op het einde om het gewoon mooi af te maken. En ja, uiteindelijk hebben ze er nog wel iets best moois van gemaakt. Ze hadden best wel wat issues met de economy. Ze werden de hele tijd eigenlijk op de grond geduwd, zou je kunnen zeggen. En kregen heel weinig opportuniteiten daardoor. Maar uiteindelijk zijn ze er best goed op teruggekomen. En ja, denk ik dat mede dankzij een sterke players van een Fates, die er ook zo voor zorgt dat Gamefist eigenlijk wat meer kansen krijgt. Nu gaan we kijken wat Gamefist gaat doen op de T-side. Lopen nu al snel richting die B-side. Nigel daar als eerste neer aan de smogger. Aangezien hij toch wel voor een firing squad kwam. Maxime dan met één in return. Petra kan er ook al eentje bij pakken. Gaat dan voor meer, maar zit vast op side. Uiteindelijk is het Simply die al eerder aan haar is gevallen. Maar het is Petra die neergaat aan een Fate. Dan kan Xialis ook al snel rotaten. 2-2 blijft over. Maxime met zijn tweede van de ronde. Bowen staat dan klaar. De bom is in zijn controle. Dus hij hoeft eigenlijk niet per se altijd te forceren.
Smogger nu ook al geert en uiteindelijk gepusht door Maxime die hem daarmee naar 30 HP brengt. Twee shots zouden misschien wel genoeg kunnen zijn, want daar is de eerste. 15 HP houdt Smogger over. En uiteindelijk moet hij in 1 tegen 2 klussen. Staat hij nu achter de bench. Gaat dan uiteindelijk een double peak worden. Maxime maakt dan met de triple kill de 9e ronde daarmee voor Sector 1. En zij hebben beide pistols gewonnen. Ja, pistol round gewonnen is ook het halve werk, zou je kunnen zeggen. Het heeft dat element van randomness wat er al vaker bij aangehaald, maar je kan wel niet ontkennen dat het Sector 1 dichter bij die double digits brengt. En dat is sowieso al een heel sterke morale boost. Als we nu kijken richting Gamefist, lijken niet voor de force te gaan. Die je soms wel ziet gebeuren aan de tweede ronde. Maar je ziet wel veel deagles. En dat kan ook misschien wel wat hinderen op een buy later on. Maar als je niet de bompand krijgt. Maar de nade komt er inderdaad al in. Het is Nigel die hier dan op gaat lopen met de MP9. Krijgt dan 2 kills. Spit en Smogger weg. $1200. Flashbang erbij. En maakt dat maar 1800. Weet dan ook dat er een vierde speler daar staat. Die wil hij met USB wegteppen. Bijna te veel greed zou je zeggen. Maar het is Face die er gewoon in gaat lopen. En zo is Simply als laatste over. Nu ook al gespot. Nigel zegt, preekie preekie, ik kom voor mijn ace. Maar het is Maxime die hem af zal nemen. En zo de 10-7 zal binnenhalen voor een Sector 1. Ja, Nigel, de oude rot eigenlijk. Die laat zien dat leeftijd absoluut niet uitmaakt voor hem. Heeft al heel wat jaren natuurlijk in het spel. En pakt zo gewoon met weinig moeite een 4K. Maar ook, ja, een heel mooi eigenlijk heel mooi geopend voor hem met die netaar die eigenlijk zodanig veel damage deed. En ja, dat is een goede edge. Nu, Sector 1 heeft dus die double digits bereikt. Gamefist hebben nu wel AK's, SG's, dus er zijn kansen, maar het is weer zo'n kritische ronde. Oh, push komt hier vanuit de underpass. Is een niet zo goede flash. Fit en Fates dan beide met de kill. En Nigel en Maxime waren daar misschien toch wel een beetje te enthousiast. Twee man stonden daar klaar. Als er maar één was geweest, hadden ze misschien net iets beter kunnen doen. Maar het gevaar is hier wel. Dat zegt wel mogelijk de eerste ronde hier van de buys van Gamefist heeft weggegooid. Gamefist had maar weinig utility. Had hij eigenlijk zelf heel tactisch moeten spelen. En het is Smogger die ook nog een goede tag weet te landen op Xialos. Waarom hij met een MP9 in window probeert te defenden, vragen wij ons allemaal wel een beetje af. Maar uiteindelijk is hij ook weggevallen. En zien wij Bowen hier solo de aanzet af moeten houden tegen het aankomende offensief. Van Mas heeft die utility, alleen een smokje. En zometeen een Simply die hem zal pieken. En hier dan ook zal uitschakelen. We zeggen dat het hiermee toch wel gedaan is. Want de laatste space van Sector 1 kunnen hier niet zo heel veel tegen doen met die MP9. Ze lijken ook te willen gaan saven. En daarmee lijkt de 10-8 aanstaande. Ja, Plant komt er nu in. En dan gaan we dadelijk die Bob gewoon lekker horen wegtikken. En uiteindelijk Gamefist die dan een ronde er mogen bijschrijven. Bereiken dus zo de 18 scoren eigenlijk voor hun dan. En zijn zo zelf nog met 2 rondes van de double digits verwijderd. En zo zien we dat deze teams eigenlijk best nek aan nek zitten. En Fates kan ook nog meteen een lekkere exit frag bijschrijven. Pakt dan ook nog eens een tweede. En Petra zo uitgeschakeld. Ongelooflijk daar dat Sector 1 toch nog al die, ja, ik zal het utility en armor met MP9's verliest. Had dat in deze ronde natuurlijk ook kunnen gebruiken. Maar zijn Petra en Nigel die net wat meer geld over hebben dan de rest van het team. En die gaan dat dan investeren in een pistol armor. Ook Xialos doet mee, want je moet wel cool lijken. Ja. En ze hebben nu ook al een hele minieme losse bonus. Waardoor ze in principe goed kunnen herinvesteren in de aankomende ronde. We verwachten die AWP op Maxime. Als Fit al wordt geëerd, maar ook Petra gaat al low. En die nade is dan net iets te laat. Ja, Petra kan nog nipt overleven met 17 HP over. En dus Maxime, het ging nog heel even terug, denk ik. USB met een mooie skin oppakken. Nee, ik denk dat hij misschien al een paar kogels door de smoke heeft gegooid en wil natuurlijk niet zonder ammo komen te zitten. Het probleem is dat hij al wel zonder een Bowen komt en ook zonder levens. Smogger die hem namelijk weet weg te schieten. En zo is het alweer een 5 tegen 3. Heb je nog wel 3 spelers over met armor. Maar Petra is al gehit en de rest die is ook niet helemaal in de beste positie voor als Xialos neergaat. Hier dan uiteindelijk ook een Nigel wordt gefrakt. En Petra dan op short staat met dus wel die deagle. Maar niet echt heel veel teamgenoten meer. En zo begint het te lijken op een clean round voor een Gamefist. Als ze dit goed kunnen eindigen. Petra gewoon geen kansen geven met die deagle. Ja, ze zit aan de CT-site. De A-site is eigenlijk helemaal open. Kunnen nu dus geleidelijk voor die plant gaan. En zo kan Gamefist gewoon weer lekker de waiting game spelen. Of gewoon dadelijk gaan jagen zelfs. Dat zou ik natuurlijk ook wel verwachten van een Fates of van een Smogger mogelijk die daar in Windows staat. Ja, Petra hoeft alleen maar af te houden als ze deze Armor en Deagle weet te saven. Is dat ook al mooi meegenomen.
Je bespaart er in ieder geval $1000 mee voor jezelf. Kan daarmee dus best wel heel veel utility kopen. Dan twee flesjes is 400, een smokey erbij is 700. Doe je een AC erbij, heb je 1000. Mm-hmm. Of je kunt hierdoor net bijvoorbeeld die incendiary erbij halen. Wat natuurlijk ook een beste upgrade is van die HE. Even afwachten dus wat eruit gaat komen. Volgens mij krijgen ze 2400 pp bij Sector 1. En dat is ook niet mis. Of was het nou 1900? 1900. Ik denk 2400 niet. Nee, 1900. Test die even. Stiekem het. Je trapte er bijna in. Bijna. Uiteindelijk is de Peter die wel weet overleven. Komt daarmee op $5000. Maxime kan die AWP erbij kopen. En kan daar dan nog net wat armor bij financieren. En nu komt er even een pause gekald door Sector 1. Gaan misschien even overleggen hoe ze dit gaan doen. Gaat Peter dan die AWP kopen voor Maxime? Zodat hij meer utility erbij heeft. Het lijkt er niet op. Want Peter gaat dan voor die double AWP. Speelt vaak ook bij die B-Apps area. Dus kan daarmee ook een betere agressieve angle afhouden. Hopen dat ze daarmee misschien eerder een kill kan krijgen. Of ze gaat ermee naar short. Probeert juist met Maxime daar te pinsen. Die dan of vanuit window of vanuit connector kan gaan spelen. Heeft ook een smoke. Dus daarmee is connector ook meer doable. Omdat je die molly kan cancelen die daar vaak early wordt gegooid. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf wel eerder verkies om toch voor die car position te gaan. Dat je toch meer wat een gelegere spread hebt. Want je hebt wel het risico dat als ze zodanig agressief gaan uitpushen bij mid. En als je je schot eigenlijk mist. Mm-hmm. Dan moet je een beetje voor elkaar gaan zitten compenseren als dat fout gaat. Ja, maar je hebt Maxime die natuurlijk die eerste lijn van offense gaat geven. En als Petra daar dan achter staat bij short om dan te pieken naar top mid. Voor als mensen dan denken, oké, Maxime is weg, nu lopen we uit. Dan heb je daar mogelijk dan of de tweede of de eerste kill. En hoop je daarmee dat door te zetten in mogelijke ronde. Je kunt met die AWP natuurlijk daarna weer alle kanten op. Want je zit in een positie waar je makkelijker wil rotaten. Je hebt een teamgenoot die waarschijnlijk gewoon apps afhoudt. En ik verwacht ook niet dat Gamefist iemand zo jolig er doorheen gaat sturen. Nee. Dat die meteen Petra's rotate gaat weghalen. Ze lijkt ook wel die positie aan te nemen. Misschien gaat ze ook voor window in het begin. Want de span voor een snelle short peak is er niet helemaal. Nee. Al heeft Maxime wel een hele goede span volgens mij om juist richting ramp en daarna connected te peaken. Ja, we zullen het zien wat ze dadelijk gaan doen. Je kan sowieso wel iets niet ontkennen. Het is een zware investering. Double up setup moet je sowieso wel goed kunnen gebruiken. Want anders dan heb je eigenlijk bijna $10000 weggegooid. En dat is altijd al zonde. Dus daarmee wil je het ook wel zien werken. Uiteindelijk lijkt het nu dus. Maxime speelt heel passief. Die gaat meteen bij Ticketbox zitten. Het is Peter die dan haar eerste schot weet te missen. Op wit wacht nu eigenlijk op een flashbang van de A-side. Maar die is er niet. Zij is de enige met een flashbang. Maar zoals Maxime dan wel vanuit ziet die smogger weet te pakken. Toch een dubbele lijn daar met die AWP. En zo is daar de eerste frag toch voor Sector 1. Uiteindelijk gaat Petra neer aan een vid als ze gaat repeaken. Maar het is Nigel ondertussen wel met kill op face. En dat is de topfragger weg voor Gamefist. En is het toch een 4 tegen 3 situatie. Best prima start in die AWP. Is nu al gerotated om ook meer pressure te houden bij de B-side. En dat lijkt een hele goede optie. Ja, Maxime heeft hier mogelijk nog een kans om een vid te spotten. Alhoewel ik niet verwacht dat hij een winnaar gaat tekenen. Oh. Maar komt hier daar natuurlijk een Lenny door. En die wordt helemaal aan flarden geschoten. Laat enkel twee spelers over aan de kanten van een Gamefist. En Sector 1, ja, praktisch zeker nu van de 11e ronde. Nu Simply kan wel uiteindelijk nog een Nigel uitschakelen. Probeert nog voor de wallbang te gaan, maar het mag niet waar zijn. Nog even wachten op zijn teammate die hem komt supporten. En dan, ja, misschien toch richting die... Ja, toch wel richting die B-apps gaan. Ik dacht heel even dat ze mogelijk toch... Nou, ze kunnen in principe gaan saven. Zij krijgen nu $1400 per persoon. Save je, dan hou je toch wel wat meer over. Want ze hebben die AK of SG met armor. Maar ze lijken toch nog damage te willen doen aan de economie van de zijde van Sector 1. Toch nog kijken wat ze eruit kunnen halen. Misschien zelfs nog een bom plant. Maar het lijkt erop dat Maxime daar klaar staat om vit uit te schakelen. Ook simply hier het vuur aan de schenen dan wel zijn hoofdje te leggen. Want daar is de laatste kill om het een 4K voor hem te maken. En de helft de ronde inderdaad dus voor Sector 1. En zo blijft Sector 1 nu stilaan verder bouwen. En gaat het hier weer een soort van neck-and-neck race zijn? Of gaat Sector 1 hier mogelijk een eigenlijk sterk voordeel nu beginnen verder op te bouwen? De kans is er zeker. Gamefist en Sector 1 hebben allebei eigenlijk best volledig geïnvesteerd. Dus op vlak van reserve staan ze zo wat gelijk. Oh, maar het is een hele snelle ronde van Gamefist richting de A-side. Nate komt erop, doet damage op Simply en een beetje op Smogger. Maxime staat dan klaar voor de eerste frag, maar gaat dan niet helemaal goed raken. Face dan uit van Palace, pakt dan de kill terug. Maar het is Petra die juist Simply weet uit te schakelen. Die was dus al geïnt, maar Smogger hier dan met de refrag. Petra misschien net iets te agressief. En de bom is nu ook geplant, wat het voor Sector 1 erg lastig maakt. De Nates vliegen nog alle kanten op, maar doen
nog niet heel veel damage. Maar de afterplant mag er zeker wezen voor Gamefist als zij rustig posities gaan innemen. Ramp wordt nu dan afgesmokt. Vervelend voor Smogger, maar die gaat nu dan richting Short om daar vandaan deze bom af te houden. Want dus doet de rest van het team al meer dan genoeg. Alleen Xialis is nog over, probeert zelf ook nog wat damage te doen. Maar weet ook dat hij eigenlijk beter kan weggaan. En achter hem is nu dan een Smogger die in een 3-2-3-2-1 het af zou moeten maken. Of toch niet? Ja, nu wel. Daar is hij dan. Kijk en daar is dan ook de 10e ronde voor een Gamefist. De bom ontplofte al bijna. En zo zien we daar die 11-10 uitkomen. Ze houden het best close. En nu is het geld alweer op bij Sector 1. Maxime en Bowen moeten eigenlijk voor die force bij gaan. En ze twijfelen en ze doen het dan toch. Ja, uiteindelijk. Tja, je moet iets proberen. Willen Gamefist gewoon echt geen enkele ronde gunnen, zou ik zeggen. Maar ja, Gamefist beginnen nu wel weer zelf eigenlijk richting een inhaalmanoeuvre te gaan. Kunnen zo dadelijk ervoor zorgen dat ze op de equalizer staan. 11-11. En zo zie je gewoon hoe close deze teams ook aan elkaar gematcht zijn. Ze zijn gewoon allebei heel goed. Je hebt natuurlijk Sector 1 staat op de nummer 1 positie. Gamefist heeft hier de potential om, ja, wel niet voor die nummer 1 positie te gaan, want die zijn ze eigenlijk al kwijt, die kans. Maar ja, nou kijk, ik weet niet of het over round differential eerst gaat of onderling resultaat. Dat is een grote vraag. Dan zou Gamefist misschien wel bovenaan staan. Nu lijkt ze in ieder geval wel weer richting die A-site te willen gaan. Damage wordt gedaan door Xialos, maar het is Smogger die hem wel als eerste uitschakelt. Rotate komt eruit van Petra. Mooie one die ik daar. Maar uiteindelijk lijkt de Rotate hier misschien wel te laat. Ze hebben pistol armor, maar het wordt om hen omgetreden. En dat maakt het gevaarlijk. Kijk waar de bom ligt. Gamefist is hem vergeten in rap. En daarvoor moet er nu nog een speler genaamd Fit terugrennen. Utility is op. De smokes zijn weg. En Sector 1 gaat nu proberen voor nog wat extra kills te gaan. Fates pakt een Petra, maar Maxime ondertussen ook al een Lenny. En daarmee is het nu een 2 tegen 2. Dus even afwachten als Fates gaat swappen naar die SG. Weet dat hij tegen Pistol speelt. Weet dat hij toch die versatility erin moet houden. Maar uiteindelijk is die bom nog altijd niet gecrossed naar de site. En dat gaat nu dan gebeuren. Nigel gaat dat dan niet zien. Gaat namelijk net naar Sters. Heeft nu dan ook een smoke. Ziet daar dan een Fit. Ik weet niet waarom die gaat pieken. Maar daardoor verliest hij misschien wel de ronde. 30 seconden over. Ook Maxime is nu dan richting jungle gerotate. En kan hier Fates misschien wel pakken als hij net iets te wild gaat uitstreven. Maar die heeft de bom alweer meegenomen. Met 20 seconden op de klok gaat hij nu dan lopen richting de site. Nigel nu dan met Maxime in zijn rug. De molly wordt dan gespot. Ze weten precies waar die is. Wallbang komt er bijna uit. Maar er is nog geen kill. Daar is wel Maxime die het schot mist. Fates kan hier dan de bom neerzetten. Zou je zeggen, maar de tijd raakt op. Nigel pusht dan door. Maar die gaat neer. 1 tegen 1 blijft over. En wat kan Fates hier doen? Kan hij het clutchen? Ja, zeker. Een 3K voor hem. De gelijkmaker van Gamefist. En dat had zomaar anders kunnen lopen. De Fates clutch komt er weer in. En ongelooflijk wat voor een sterke speler ze daar eigenlijk aan hebben aan de kant van een Gamefist. Kijk ook gewoon naar die score vergeleken met de rest. Het is enkel een Smogger die nog een klein beetje, ja, boven de rest uitsteekt. Maar dan, ja, 10-9. Het zijn niet echt zo'n denderende nummers. Dus ik zou echt wel zeggen dat Fates hier, ja, zijn beste voetje voorzet en gewoon heel sterk aan het carry is. Ja, met kop en schouder steekt hij boven de rest uit. Nu dan een echo van Sector 1. Die weten dat ze deze ronde niet echt kunnen winnen. Vooral als ze eigenlijk een midstack deden. Het is uiteindelijk Gamefist die snel richting B gaat. En Smogger spreekt dan een Petra neer, maar wordt wel gerefract. Een beetje damage gedaan dus door de zijde van Sector 1. En een beetje damage kan al heel veel betekenen als je kijkt naar het financiële plaatje van Gamefist op dit moment. Meer kills zouden welkom zijn, maar het lijkt er nog niet helemaal uit te komen. Ze proberen nu vooral die AK mee te nemen die ze van Smogger hebben neergegooid. Het is Xialis die dan zal meenemen. Heeft ook al armor. Dus dat is al heel veel waard voor de zijde van Sector 1. Ja. Simply pakt uiteindelijk wel een Bowen. En het is een om en om. Maar uiteindelijk blijft enkel Xellos over. Ja. Xellos, wat gaat hij nog doen? Ook weinig als hij hevig door die nether getagd. En uiteindelijk finished Lenny hem. En zo is het de 12e ronde van Gamefist. Dan hebben zij nu eindelijk het voordeel te pakken. Wat dat, ja, toch wel eventjes geleden is sinds ze dat weer in handen hebben gehad. Ja, het moment dat zij het verloren was toen het 5-5 werd. En nu is het toch een 12-11 geworden. Gamefist lijkt weer een beetje te herstellen. Fates die zorgt toch wel voor een beetje vertrouwen, ja, bij Gamefist. En zo bouwen ze lekker door in deze rondes. Sector 1 wel weer gekocht. Nu dan onder druk van een mogelijke B-rush wederom van Gamefist. Niet iedereen is even snel, maar ze lopen er wel snel uit. Nigel staat te dromen. Petra helpt hem uiteindelijk, maar gaat wel neerstellen. Rotate is er ook. Het is dan een hele snelle ronde van de zijde van Gamefist. Want er zijn nog maar 2 spelers over. En daarmee is het Sector 1
Die probeert erin te duiken, maar die bom is al geplant. En je kan hier misschien al beter gaan saven. En ook dat lijkt de keuze te zijn van Xialos, die naar 5 HP gaat. Maar nog wel wegkomt. Ja, het scheelt weinig, maar uiteindelijk kan hij het nog overleven. Ja, die M4's, die utility ook op een Xel's, is ook best veel. Wil je logischerwijs saven. Gaan nu samen gezellig in Palace zitten. Kunnen daar even in de zetels loungen terwijl de bom explodeert en Gamefist de 13e ronde erbij pakt. Ja, Bowen en Xiados balen hier natuurlijk, maar zijn blij dat ze die M4's mee hebben genomen. Ook nog een volle set van utility op een Xiados die daar wat makkelijker in kon investeren, omdat hij in de vorige ronde die AK heeft gesaved en natuurlijk toen ook al armor had. Het probleem is wel dat Gamefist nu op 13e rondes kwam. Wij hadden beide gezegd, Sector 1 zou het wel moeten kunnen winnen. Stonden ook 4-0, maar ze hebben dat dipje beleefd afgelopen weekend. En dat dipje lijkt nu nog steeds te bestaan. Al is er ruimte om terug te komen, maar dat moet eigenlijk pas in de volgende ronde erin komen. Nu een pistol armor / eco, durf je het haast te zeggen. Want er is naast die M4's niet heel veel geïnvesteerd door een Bowen en een Xialos. Pistol armor, zou ik zeggen. Ja, wat gaan ze nu dan doen? Ja, hopen op het beste, maar hier komt alweer agressie. Het is Xialos die solo gaat pieken en hij is de man met alle utility. Dus waarom zou je de man met alle utility in een 1 tegen 1 gaan gooien waar die utility niet kan gebruiken, namelijk in underpass? Als Bone dat had gedaan, had ik het veel beter begrepen. Maar hier snap ik niet waarom Sector 1 deze keuze heeft gemaakt en eigenlijk al een grote kans op deze ronde zou weggooien. Ja, en zo worden kansen eigenlijk niet benut door Sector 1... die Gamefist zo... ja, eigenlijk ze geeft, zou ik zeggen. Gamefist benut dan juist wel de fouten van Sector 1. Kijk naar Xels die daar solo piekt. Lenny hier komt wel best agressief uit underpass gepusht en kan zo een Petra uitschakelen. En dan, kijk, het is zo zo'n situatie 2v4. Ja, 7 of... wat kan je ervan maken? Uiteindelijk is het Bowen die nog wel wat damage kan doen. Krijgt dan 2 kills, waardoor het toch een 2 tegen 2 wordt. Maar ze hebben ook geen defuse kit. En ondertussen is het Nigel die ook nog Simply weet te pakken met zijn PT-50. Maar Lenny staat dan on the window. Iets wat Bowen zeker niet had verwacht. En Nigel probeert hier nu al naartoe te sneaken. Volgens mij heeft hij nog altijd geen geluid gemaakt. Lenny is dan daar niet op berekend. En in één keer is daar de mogelijkheid. Volgens mij heeft hij nog net genoeg tijd om hier ook de defuse te krijgen. Ja. En wordt het in één keer de 13-12. Sector 1 weet hier te winnen. Op een ronde die eigenlijk al gedoemd was te mislukken. Maar het komt allemaal aan op Bowen. Die dan uiteindelijk ook hulp krijgt van Nigel. Samen weet ze het hier te klaren. En toch weer een beetje hoop te geven aan Sector 1. Maar het is feest die nog altijd gaat jagen voor die Verdi bom. En er zoveel geld bij Gamefist. Dat het hun nog niet heel veel uitmaakt. Een Benelux klassiekertje natuurlijk. Op zo'n eco / pistol armortje eigenlijk de win halen. En zo krijgt Sector 1 weer de kans om toch richting de equalizer zelf te gaan. Zoals Gamefist net heeft gedaan. Wie weet kunnen ze het nu dadelijk hier weer terugtrekken. En blijven deze twee teams echt wel nek aan nek. Wie weet maakt Sector 1 dadelijk de prognose waar die jij of ik heb neergelegd. Volgens mij was die voor jou meer in de buurt. Jij zei 16-13, ik zei 16-10. Het is Bowen die hier dan met Xialos de score weet te openen. Vit krijgt er dan eentje terug. Maar uiteindelijk is het ook Xialos die gewoon weer door gaat pakken. En het daarmee een 3 tegen 1 ziet worden. Smogger namelijk ook alweer gerefragd door Xialos. Die daar goed mee bezig is. 3 kills voor hem op dit moment. Vit niet met de bom, want die ligt nog achter hem in ramp. En ook niet meer met een teamgenoot. En zo lijkt hier de aansluiter daadwerkelijk uit te komen voor een Sector 1. Waardoor het weer 13-13 wordt en toch weer een hele spannende pot. Ja, zeker spannende potjes hier. Dat kan je zonder twijfel zeggen. Xels komt hier dan ook nog wel van een goede positie. Maar uiteindelijk heeft Nigel de hulp niet nodig. Schakelt een video uit en Sector 1 bereikt dus weer de equalizer. 13-13 voor beide teams. Logischerwijze zou Sector 1 nu eigenlijk 16, of 3 rondes nog erbij moeten halen. Heb ik gelijk. Zijn we allemaal gelukkig. Allemaal vind ik misschien een beetje overstatement, maar we kijken wel even. In ieder geval een hele goede buy, wederom met die double AWP voor de zijde van Sector 1. In mid-window zit daar Maxime, krijgt een goede kill op Fates die natuurlijk al geflashed was. Maar het is Fit met een redeke. Ze zullen het nu maar even noemen op een Xialos. En zo is het toch al snel weer in een 4-4. Ik snap niet helemaal waarom hij daar nog ging pieken. Misschien een beetje de I-Cobra proberen uit te hangen. En daar toe te bijten als een slang. Maar het is Bowen die gelukkig de controle houdt voor een Sector 1. En daarmee is het een 4 tegen 3. Sector 1 heeft echt wel die potential om hier de 14e ronde erbij te schrijven. Maar als er Maxime wordt uitschakeld door een Vit. Ja, de daadwerkelijke I-Cobra zoals je zegt. Petra heeft hem hier nu nog net gespot, denk ik. Toen hij connector in
sprong. Of ja, dat was geen fit. Ja, dat ze heeft hem inderdaad gespot, maar kan er zo weinig mee als hij net achter de muurtje staat. Peter nu wel met een goede flik op fit die daar een hoekje om kwam. Bowen dan met de follow-up op Smogger. Maar hij is low en loopt dan zo in het open. Danny doet met de turn ook nog een goede tackle. Petra, beide dus op een 15 HP ongeveer. Maar Danny heeft zelfs nog die AWP van Maxime weten te recoveren. En nou moet hij oppassen dat Nigel hier niet te snel is. Uiteindelijk heeft Lenny daar niet heel veel meer te doen. Is het 14-13 en gaat die voorsprong weer naar Sector 1? En nu eens even kijken of zij het hier kunnen afmaken. Want het is bij de zijde van Gamefist nog wel kopen, maar ook nog niet helemaal van harte. Ja, het is een beetje het klassieke eigenlijk, hè? Dat je nu die laatste rondes hebt. Het gebeurt al vaker dat het winnende team dan eigenlijk reserves nog voor die laatste rondes kan opbouwen. En dat het andere team eigenlijk de kans zelfs niet meer krijgt. We moeten nu al het geld eruit trekken, eigenlijk alles kopen, maar utility is niet zo goed. Oeh, agressie hier bij Raptis. Bowen die dan moet refraggen voor Xialos. Vit daar dan even met iets aan pressure, maar hij is dan neergegaan. En zo is de 4 tegen 4. Maxime daar met een enorme flik op Smogger. Maakt het daarmee het voordeel voor Sector 1. Het is Bowen die klaar staat om hier een volgende speler uit Palace weg te schieten. Dat is Simply die dan zal worden verwijderd van de map. En daarmee kunnen we hier zomaar misschien wel een mappoint zien. Ja. Sector 1 lijkt hier ontiegelijk sterk na een hele tijd te hebben gestruggeld. Maar het voordeel is hier en wordt alleen maar groter. En het voordeel gaat zo uiteindelijk worden uitgebouwd tot een win zelfs, durf ik zeggen. Nu Gamefist hier. Ja, 2v4. Kansen zijn niet zo goed. En Fates heeft wel die AWP. Is hij goed mee? Maar ik denk dat hij dadelijk hier uit Palace door iets te veel lawaai te maken een Bowen moment. Ja, het hoeft ook geen verrassing meer te zijn. Ze weten natuurlijk dat zij een goede guess kunnen doen over waar ze vandaan komen. Maxime staat hier dan klaar om iets te doen. Wordt dan besproeid door Lenny. Maar het is Bowen meteen met de refrag als die hem bovenop Tetris ziet staan. De bom daarmee gedropt. Fates als laatste over. Ja, dan wordt die bom nog even gemollied. En Fates die heeft natuurlijk ook geen utility meer om mee te werken. En ze weten dat ze hem best kunnen ontwijken. Heeft namelijk bijna die Furry bom. En met 30 seconden op de klok blijft het zo lastig voor hem. En hij zoekt dan en hij zoekt dan. Maar niemand van Sector 1 die even leuk gaat puggen en gaat pieken. En dan loopt hij zo de aim in van Petra. 15-13. En wordt dit dan uiteindelijk hier meteen de win voor Sector 1? Het geld is namelijk op bij Gamefist, dus dat wordt niet zo heel denderend. Het is Lenny wel met SG, maar de rest die moet dan met SMG's, Galils of misschien toch pistols werken. En dat is zeker niet waar zij op hadden gehoopt. Absoluut niet. Gamefist had hier gedacht dat ze echt al de kans hadden met momenten om een Sector 1 in te maken. Die met momenten een beetje zwak leken vanwege misschien ook die performances dan op een Dreamhack dit weekend. Maar nu uiteindelijk wel terugkomen. De spelers die een beetje meer, ja, een gelijkere performance hebben. En niet zo'n geval zoals een Gamefist waar een Fates het een klein beetje aan het carry is. Uiteindelijk is het een B-play die eruit lijkt te komen van Gamefist. Raar is, omdat dit heel vaak voor hen heeft gewerkt, dat ze het na een tijdje niet meer hebben gedaan. En nu dan aan het eind gaan ze proberen om daarmee terug te komen. Hebben ze niet meer de wapens die ze eerder hadden. Hebben ze niet de utility die ze eerder hadden. En hebben ze nu een Nigel die hier niet veel eerder stond. En nu zoekt hij, wacht hij. Hij hoort die utility, hij weet dat hij dan een andere precies moet aannemen. Gaat hij misschien op de barrel springen, gaat dan schieten. Flashbang komt eruit van zijn teamgenoot. En uiteindelijk gooit hij een goede flash die natuurlijk via die car naar boven gaat poppen. Wacht geduldig af in jail en gaat proberen wat mensen op te sluiten. Is Maximaal met de eerste twee kills. Nigel dan met een follow-up. Er zijn nog maar twee spelers over bij Gamefist en één daarvan is Fates. Hij kan een kill krijgen, maar gaat weer naar Maxime. Uiteindelijk is het fit die van alle kanten wordt beschoten. En zo zien we toch de 16-13 eruit komen voor Sector 1. We'll be right back.